ben Daan van Tongelen, ik kom van Beersen en ik studeer landmeten. Ik ben werkzaam bij Aquafin en ik ben ook zelfstandig landmeter in bijberoep. Ik ben Bert van Nieuwenhuizen, landmeter-expert bij de Vlaamse Landmaatschappij. Ik werk voor de gemeente Lierde als omgevingsambtenaar. Wij zijn verdeler in België van de Trimble producten voor landmeters. De trefdag is voor mij eigenlijk een dag dat ik contact heb met eigenlijk veel collega's. Wat vind je van de trefdag? Ik vind het een heel leuk evenement om heel veel nieuwe bedrijven ook te leren kennen. Vooral netwerking. En om al in het algemeen te zien ook wat er nieuw is op de markt. Heel over smart cities en zo. Over hoe dat ze nieuwe technologieën kunnen toepassen in het gemeentebestuur. Ja, de taak van de landmeter verandert, want er zijn nieuwe technologieën aan het ontwikkelen. VR, AR, BIM, laserscanning en dergelijke, dat zijn zeker zaken die bij ons heel duidelijk aan bod komen. Er zijn een aantal nieuwe dingen op jullie stand. Wat kan je naar voren brengen? Wat is er nieuw van dit jaar? Ook onze nieuwe generatie controllers, evolutie inmerken, ook in gebruik op terrein, inlezen van BIM-modellen, van volledige gebouwen en rechtstreeks uitzetten daarvan, kunnen we eigenlijk allemaal gaan doen rechtstreeks op ons vuilboek zonder voorbereiding op kantoor. Wat er nieuw is voor ons is eigenlijk onze BLK to go. Dat is eigenlijk mobile mapping vanuit de hand. Dus gewoon, u neemt hem uit het statief, u begint te stappen en eigenlijk terwijl u stapt met één druk op de knop, bent u eigenlijk heel de omgeving aan het meten. Ik ben Herbert Bates van de firma Van Steeland. En wij komen hier op de trefdag vooral ons plan 3D product aanprijzen aan potentiële klanten. En dat kunnen ook landmeters zijn. Ik ben Brecht de Bruin en ik werk voor de firma Topcon. En ik ben verantwoordelijk voor de verkoop van totaalstations, GPS, scanning, mobile mapping, drones. Ik mag ook niks verklappen, maar puntenwolken zal toch een belangrijk onderdeel worden in de nieuwe release. Ja. Naar mijn eigen ervaring toe is dat wel heel veel veranderd. Ja, dus ja, vroeger een laserscanner was onbestaande. Nu is dat, wordt bijna standaard gebruikt, denk ik. Ja, het is een groot gebeuren.